Ja? Nou, top. Dan. Alsjeblieft. En ja, en deze. Onwel, mooi gewoon, gewoon mooi. Ja, leuk. Alsjeblieft. Ja, de Stichting Weekmarkt heeft deze actie bedacht. Die heeft aangegeven van nou, vandaag om 11 uur dan gaat de prijsuitreiking plaatsvinden. En wil je daarvoor in aanmerking komen? Hè? Want allerlei marktkooplieden hebben die tas gevuld met allerlei levensmiddelen. Wilt u daarvoor in aanmerking komen? Nou, deel dan dit bericht, verspreid het, zodat zoveel mogelijk mensen erop kunnen intekenen als het ware. En daar zijn uiteindelijk lukraak 30 personen uitgetrokken. En die hebben van mij vanmorgen deze tas gekregen. Je ziet nog steeds in Nederland een ontzettend groot gebruik van plastic tasjes. En wat we nou zo graag zouden willen, hè, want zo'n plastic tasje dat kan wel 500 tot 1000 jaar duren voordat dat is afgebroken. En je wilt niet dat het op straat komt, je wilt niet dat het in het milieu komt en ook niet in de voedselketen. Dus we zijn nu aan het kijken in hoeverre we mensen ook kunnen stimuleren om zo'n duurzame tas, zo'n Big Shopper of een andere duurzame tas, gewoon terugkerend te laten zijn. Dat mensen het weer mee terugnemen als ze de volgende keer weer de markt bezoeken. De volgende winnaar is... We hebben de actie Poen voor Groen, hè, waar mensen verduurzamingsmaatregelen, bijvoorbeeld spaarlampen voor kunnen aanschaffen, tochtstrips en dat soort dingen. En ja, die actie die geldt nog steeds. Dus mensen kunnen, Poen voor Groen heet die actie, kunnen daar nog steeds gebruik van maken. Per gezin, per huishouden kun je dus voor 50 euro materialen aanschaffen. Dat op die manier ook een geld terugactie. Deze prachtige bakfiets is van de Hagedoorn Bewonersinitiatief. Hier vlak in de buurt in de Nieuwstraatkwartier. En wij mogen deze gebruiken om kleine energiemaatregelen aan te bieden aan mensen in de Nieuwstraatkwartier. En vandaag zijn wij in de Nieuwstraat. We bellen aan, gaan gesprekken aan met mensen en kijken of er belangstelling is om te gaan verduurzamen. Of daar vragen over zijn en of mensen wel weten dat er een regeling is om kleine maatregelen aan te schaffen. De Poen voor Groen regel kunnen mensen zelf aanvragen. En voor mensen die zeggen van nou, ik vind het allemaal een beetje ingewikkeld en ik vind 50 euro te veel om voor te schieten, hebben wij een klein pakketje. Hierin zitten tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen, een buitenverlichting en een brievenbusborstel. We zijn ook met 20 woningeigenaren bezig om te kijken hoe we woningen kunnen verbeteren en verduurzamen. Daar heeft de gemeente een hele mooie regeling voor waar we gebruik van kunnen maken. En ik merk dat mensen daar heel veel vragen over hebben, ook hulp bij nodig hebben, maar zeker wel geïnteresseerd zijn om hun woning te gaan verduurzamen.